DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. De allerlaatste competitiewedstrijd en dan ook nog tegen VVOG. Ja, sensationeler kan het al niet zijn, Bert. Ja, prima geregeld door de KNVB. Ja, het is echt heel mooi geregeld. En dan ook nog een lekker temperatuurtje bij. Warming-up gaan we vergeten. Ja, je zou bijna denken. Nee, voor het mooie is het iets te warm. Maar ja, kom op, we klagen over. Allebei de teams hebben daar last van. Of voordeel van, het is maar net hoe het ziet. Mooi voor de toeschouwers. En het kan zomaar ook een verhit potje worden. Ik sprak Maurice net. Hij zegt van mij mag er nog 2 graden bij. Dan voel ik me het lekkerst. Ja, dat klopt. Maurice is natuurlijk een beetje anders in elkaar. En die anderen lopen zich altijd warm, zeggen wel, Maurice moet altijd warm worden. Hè? Dus nee, dit zijn inderdaad omstandigheden waar we Maurice van houdt. Veel toeschouwers, lekker warm. Maar ik denk dat de hele groep hier wel van houdt, want daar doe je het voor zoveel mensen. Is zo'n wedstrijd, vergt dat nou een andere voorbereiding tegen VVG? Ja, ik vermoed dat je het antwoord al wel van, dat zal wel niet zo zijn. Nou, het grappige is dat je zelf als trainer niet zo heel veel hoeft te doen. Kijk, er zijn natuurlijk mensen rondom de ploeg die daar nadrukkelijk met die spelers mee bezig zijn. Hè. Supporters spreken de jongens er meer op aan. Kijk, voor ons maakt het in principe niet uit, omdat in het veld is alles weer bij het oude. En moet je houden aan de afspraken zoals die zijn. Maar je merkt wel aan de kopjes dat er wat speelt vandaag. Dat is wel logisch, ja. Verwacht jij dat Henny in het Hof met zijn ploeg al op de manier gaat spelen zoals hij dat wil de komende tijd? Ja, dat verwacht ik wel. Die lijn heeft hij ingezet. Dus ik denk niet dat hij een reden heeft om het nu aan te passen. Natuurlijk wil hij graag winnen van DVS en zijn jongens ook. Maar ik denk dat hij deze wedstrijd ook weer gaat gebruiken om toch weer wat leermomenten voor zijn groep te krijgen. Maar goed, aan de andere kant, Henny weet ook dat wedstrijden als deze gewonnen moeten worden. Dus hij zal ze ook geen dingen gaan laten doen die ze nog niet aan kunnen. Inderdaad, hè? Want hij kent natuurlijk het gevaar. Hè? Als je tegen DVS gaat voetballen, dan krijg je 2 voetballende ploegen tegenover je. En dan weet je de eindstand al 5-1. Nou, kijk, natuurlijk kent hij de kracht van DVS. Maar we hebben ons natuurlijk wel enorm doorontwikkeld in de afgelopen jaren. En vanmiddag zullen we zien. Natuurlijk zal VVG wat fysieker voor de dag komen. Ja, wij moeten inderdaad van het voetballend vermogen hebben. En dan moet je het verschil maar gaan maken. En dat verschil ga je maken met? Todori Velanus in het doel, Joran van Zanten, Basiel Kamara, Dennis Hollaert en Roel de Vries. En een middenveld met Lars Dekker, Koen Vloedgraven, Kai Velde en Daniel van Warven. En voorin Maurice de Ruiter en Benjamin Roemion. En wissels? Ja, daar hebben we heel veel. Paul Epping, Lars van Wetering, Niels Buitenhuis, Jeroen Buitenhuis, Mark Bouwman en ja, dan vergeet ik er één. Ik weet niet meer welke. Niet een paar jongens van jouw oude A1 of zo? Mijn oude A1? Nee. Ik verwacht ze wel zometeen hier langs de kant. Ja, we hebben natuurlijk heroïsche wedstrijden gespeeld met oud A1. En ze zijn ook erg gebrand op een overwinning van ons vandaag. Okay, heel veel succes, Bert. Ja, dankjewel. Frankel heeft afgetrapt. De derby is begonnen. DVS 33 tegen VVOG. Meteen de bal naar voren. Maar daar is Joran van Zanten die weg kan koppen. Roald de Vries ingespeeld. Kai Velda. Lars Dekker. Benjamin Roemion. Roald de Vries. Maurice de Ruiter. Kruist voor Jan-Jurriën Hop langs. Benjamin Roemion. Goed verdedigd daar. Het blok van VVOG. Mooie paas. Koen Vloedgraven. De diepgaande Koen Vloedgraven. Komt die bal daar? Ja! Nee! Oh! Oh, niet te geloven. Die bal die gaat er net niet in. Lars Dekker, Roald de Vries. Mooie bal hoor. In de ruimte gespeeld op Joran van Zanten. Kijken of hier een kans gaat ontstaan. Maurice de Ruiter, aanname. Nee, toch nog niet. Nog niet. Nee. Frans Korenberg weer winnen. Met de vrije trap, maar hij kan in één keer. Maar Frans Korenberg verras je niet snel. Komt die bal. Potverdekken me. Nou, kom op DVS. Tijd voor een kans. Kan het nog voor rust. Goeie bal. Benjamin Roemion. Toch steeds 2 man bij hem, hè? Lars Dekker. Kai Velda. Benjamin Roemion. Is de aanname goed? Nee, daar ligt weer Korenberg in de weg. Nou, dit is het 4e moment waarbij we in de 5 meter, in het 5 meter gebied een kans hebben gezien.
Buitenhuis weer fel hoor. Ja, Benjamin Roemion. Je moet starten. Je moet er maar overheen wippen. Je bent er langs. Hij is er langs. Weer die keeper, hè. 20 minuten hier nog. Stand 0-0. Je heeft net de wissel gezien aan de kant van VVOG. Doeven. Kan die bal binnenhouden. Pittig duel daar. Om de bal, maar is ver. Goeie bal op de Benjamin Roemion. Oh! Tussen twee man in. Michael Epe helpt hem. Kijk, daar is hij weer. Nou gaat hij er vandoor. Hij heeft drie man om zich heen. Hij gaat zelf de 16 in. Hij wil er doorheen. Benjamin Roemion. Yo! Is het weer die keeper? Nee, het was de paal. Het is de paal. Maurice de Ruiter. Potverdikke, maar die moet erin. Hens. Hensbal. Hensbal. Ja, het is een penalty. Die geeft een penalty. De scheidsrechter geeft een penalty. Maar nou gaan we. Nou gaat het gebeuren. Nou, maar dan moet hij er nog in. Hij moet er nog in. Hij moet er nog in. Hij moet er nog in. Wat gaan we hier krijgen? Ik krijg kippenvel. Hij moet er nog in. Hij moet er nog in eerst, hè? Hey, Eddie. Maurice de Ruiter heeft de bal in zijn handen. Dit is een gevecht. Ja, ik verwacht een Panenkaartje. En ik verwacht ook dat er in Volendam meegekeken wordt. Of in Scheveningen. 87ste minuut. Maar dit is de kans. Dit is de kans. Op na-competitie, op verlenging van het seizoen. Op verlenging van de derde periode is heel dichtbij, Maarten. Hij heeft hem neergelegd. Durf jij te kijken, André? Ik ga kijken. En we gaan hem scoren. De beste speler tegen de beste keeper uit de derde divisie, mag ik dat zeggen? Hij gaat zijn aanloop nemen. Maurice de Ruiter kan hier tot grote betekenis. Hij schiet hem erin! Ja! Geweldig, Maurice de Ruiter! Met een penalty beslist hij waarschijnlijk hier de wedstrijd. En het hartje gaat omhoog. En hij gaat naar de bank waar hij je bed en iedereen knuffelt. Want er zijn nog een 1-0 voorsprong gekomen hier in Ermelo. Dit is fantastisch, Maarten. Vervolgens op zijn arm. Hij heeft het niet zien gebeuren, denk ik. Dus het valt te betwijfelen of het uiteindelijk een penalty was. Maar het is nu dan moeten we even opletten. Dat kan hij ook. Samen lossen ze dat op. Pas op. Dit is ook mooi, Maarten. Dit is heel mooi. En dit moet je niet verliezen. Nee. Nee, dit is een gevaarlijk daar, ja. En daar zijn ze sterk in. Allemaal de hele luchtwacht van achteren mee naar voren bij VVOG. Dit soort momenten moet je niet laten gebeuren. Dit is een moment waar je heel goed bij de les moet zijn. Strakke voorzet. Hij valt ook nog. Lekkere bal voor de keeper. En nou zegt de scheidsrechter... Dat denk ik ook. Nou gaat hij zeggen van... We houden het mee op. Hij pakt zijn fluitje, doet hem van de pols af. En hij fluit af voor deze wedstrijd. DVS speelt 1-1 gelijk. De nabeschouwing van deze wedstrijd. DVS 33, VVOG. Henny in het hof natuurlijk als gast hier op het sportpark... Ja, 1-1, daar moet je wel tevreden mee zijn, denk ik, Henny. Ja, we zijn heel blij. En dat heeft niks te maken met het feit dat een aantal mensen bij VVOG natuurlijk blij zijn dat we misschien DVS een poets hebben gebakken. Nee, bij mij gaat het om, we zijn sinds dat ik kom zijn we bezig met een iets meer andere manier van spelen. En we vandaag hebben iets heel gewaags geprobeerd te doen, want dinsdag zijn we aan het trainen hoe gaan we in godsnaam deze gevaarlijke ploeg tegenhouden. Want die hebben natuurlijk ongelooflijk veel kwaliteit in de ploeg. En die hebben een fantastisch seizoen gedraaid, dus hulde aan de tegenstander. Alleen... Wij wisten ook van, hoe gaan we dat doen? Zetten we er een man extra achter? Want ze hebben zoveel loopvermogen en snelheid. En dat hebben we niet. Dus we hebben dat dinsdag getraind met een man extra achter. En ja, dan kom je zelf niet aan het voetballen en dan kom je alleen in problemen. Dus hebben we het andersom gedraaid. Zeg, nou, weet je wat, dan moeten we maar proberen dat we de hulp echt van de backs gaan doen. En dan zetten we Bruinier op Roemeon. Nou, dat lijkt normaal heel raar. Dan zet je een straaljager op een diesel. Alleen, als je dan met elkaar goed hard blijft werken en je zorgt ook een keer dat je een aantal posities goed voor elkaar hebt. Ja, dan kun je het misschien tackelen. En ik ben enorm trots en ook heel blij dat zij nu een stap hebben gemaakt. En even los van de sentiment en de enorme teleurstelling die ik me heel goed kan voorstellen bij DVS.
is het voor mij gewoon heel blij dat wij iets hebben laten zien waar de jongens zelfvertrouwen uit hebben gaan krijgen. En dat is eigenlijk het enige wat voor mij belangrijk was vandaag. Je kan hier mee verder, ook voor het volgend seizoen heb ik zo het idee. Bert, je moet wel zeer teleurgesteld zijn. Je bent er zo dichtbij. Er is zoveel gebeurd, er is zoveel druk uitgeoefend. Ja, spelers hebben alles bijna goed gedaan, behalve die bal tussen die palen en onder die lat moeten rousen. Jouw idee van deze wedstrijd? Nou, die is niet zo heel moeilijk. Ik denk dat maar één ploeg recht had op de overwinning en daar waren wij. Ongelooflijk veel kansen gecreëerd. Frans Kornberg is denk ik man of the match bij VVOG. Ik vind dat we heel goed gedaan hebben. Ook geen kans weggegeven, ondanks dat je ver van de goal speelt. We hebben Vlagen redelijk goed voetbal laten zien. Eerste helft kom je volgens mij vier keer alleen voor Kornberg. Tweede helft ging het iets stroever. Maar kwam VVOG absoluut niet meer over de middenlijn. En dan moet je doordrukken. Nou, daar hebben we ook mogelijkheden voor gehad. Ja, dan kom je in een ideale situatie dat je op voorsprong komt. Ja, en dan ga je toch wel even heel boos worden als trainer dat je op dat moment de 1-1 nog weggooit. Weet je, dan gaan we toch weer eronderuit proberen te voetballen in een fase dat je die ballen weg moet leggen. Nou, dat doen we niet. Standaard situatie, net als vorige week. Hij wordt helemaal vrijgelaten. Nou, kopt hem in. Ja, klaar, einde wedstrijd. Ja, einde wedstrijd en dus einde competitie. En je had zo dol en dol graag nog even verder gewild, hè? Want je had het steeds in elke commentaar, voorbeschouwing voor de wedstrijd, had je het over deze competitie, maar ook nog over daarna. Nou, ik vind dat de tweede divisie recht hebt op onze club als DVS en een ploeg als DVS. Dus, en wij horen in de na-competitie thuis, als je kijkt naar alle ploegen die we dit jaar waar we tegen gespeeld hebben, we hebben gewoon een hele stabiele indruk gemaakt. We hebben ontzettend mooi voetbal laten zien. We zijn nooit voor de goal gaan hangen. We hebben echt het publiek wat geboden. Nou, helaas word je niet beloond voor nog een serie wedstrijden daarna. Wat rest is een groot compliment aan DVS, aan de spelers die enorme stappen hebben gemaakt. Nu voelt het even niet zo, maar het is natuurlijk een enorm groot leermoment voor ons als ploeg. Voetballen kunnen we, omgaan met de spanning is soms wat lastiger. Maar goed, misschien over een paar dagen zal ik tevreden zijn, maar het zit er nu nog even niet in. DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO, Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.